parcours te stappen. Dus op een plaatselijk parcours en in dat plaatselijk parcours... Zijn... Wethouder Ruud Guit voor de 16e keer alweer een mooi top-evenement in de gemeente Sittard-Geleen. Hoe doet u dat dan? Door datgene wat je eenmaal aan relatie hebt te blijven benutten als het goed gaat. En ik moet zeggen dat we met Rob de Skaar, dat is de organisator, een hele goede werkrelatie hebben. En ieder jaar natuurlijk kijken van wat is het vorig jaar, wat heeft het ons gebracht. En gaan we door waar we mee bezig zijn. Hoe ben je tot ambassadeur geworden van de Bing Bang Tour? Ja, dus ze hebben mij benaderd. Natuurlijk vorig jaar gestopt. Gepassioneerd wielerliefhebber. Gepassioneerd wielerrenner ook. Ik doe alles vanuit plezier en passie, altijd. En dat is opgevallen. Dat is iets van, weet je wat, dat lijkt ons een ideale ambassadeur voor de sport. En voor onze wedstrijd ook. Dus ja, hier ben ik. Waarom verbindt de Bing Bang zich 5 jaar aan deze Tour? Voor Bing Bang is dit een hele mooie gelegenheid om onze naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast blijkt ook dat onder beleggers, onder spaarders, dat wielrennen een heel geliefde sport is. Veel van onze klanten beoefenen wielrennen of kijken heel graag op de televisie naar wielrennen. In Sittard hebben we nu het Tom Dumoulin Bikepark. We hadden de Hammerseries, Limburgse Buchten, afgelopen vaste waarde geworden voor de Starre ZLM Tour. We hebben een wielerbaan in Geleen. Op 11 augustus een start en finish van de 5e etappe van de Bing Bang Tour. Wanneer komt de Tour de France? Ja, die zie ik hier zo vlug niet landen. Laten we daar maar reëel in zijn en een verwachtingenmanagement doen. Maar het zou mooi zijn als er weer eens een keer een Tour de France in Limburg komt. Limburg is wat dat betreft toch het Walhalla als het om wielrennen gaat in Nederland. En ja, Sittard-Geleen blaast zeker een belangrijke partij mee. Als we het hebben inderdaad over vernieuwing in de wielersport, dan heb ik met het grootste genoegen gekeken naar de Hammerseries de afgelopen weken. We hebben ook een aantal klassiekers. Ster ZLM, je noemt hem, nu de Bing Bang Tour. We zijn graag vestigingsplaats, omdat we als Sittard-Geleen inderdaad iets extra's willen bieden als het om sport gaat. En binnen die sport, want dat is een heel breed terrein, hebben we gezegd, zijn er een paar focusgebieden. En wielrennen is daar één van. Nou, in dat kader past het om dit soort evenementen hier naartoe te halen. Maarten Tjalingi, een echte Fries. De basis, is dat het schaatsen geweest voor je carrière als wielrenner? Ja, dat klopt, inderdaad. En daarna gemountainbiked. En dat is wel mooi waar we hier staan, in Geleen eigenlijk. Geleen is voor mij de basis voor mijn wielercarrière. Daar ben ik ooit in verliefd geworden op het mountainbiken. Vanuit de schaatsen waren we hier met een trainingsgroep, waren we aan het trainen. En toen gingen we, ik kon niet de hele dag schaatsen, dus we gingen op een gegeven moment mountainbiken. En dat vond ik zo fantastisch. Ik had een fietsje gehuurd toen nog. We gingen fietsen in de bossen hier en ik was meteen verkocht. Toen ben ik de zomer daarna zat ik al met een... Op een fietskamp was ik geweest. Daar reed ik mijn eerste mountainbikewedstrijd. Die won ik ook meteen. Toen stond ik meteen aan de bakermat voor wat later. In 2006 mijn eerste overwinning in de Ronde van België werd. Als prof op de weg. Toen vorig jaar 1 juli stopte ik ermee. En nu sta ik hier. Dat was de ZLM Tour. De Ster ZLM Tour is mijn laatste wedstrijd geweest. Ja. Ik heb Giro mijn laatste hoogtepunt meegemaakt als zijnde dat ik op het podium stond in Arnhem met de blauwe trui aan. En toen ben ik dat eigenlijk een soort van afscheidsrondje gaan rijden door de Ster ZLM Tour te rijden inderdaad. Ja. Maar mis je dit niet? Ja en nee. Ja, ik had misschien nog wel langer door willen fietsen. Ik heb nu zoveel allerlei leuke andere dingen die ik allemaal doe. Waaronder het ambassadeurschap van de Bing Bang Tour. En dat doe ik met heel veel plezier. En wat zijn die andere dingen dan hoor? Nou, ik ben mental trainer van renners. En ik doe een stukje persoonlijke begeleiding als coach voor mensen. Dat is echt een van de belangrijkste dingen die ik op dit moment doe. Daarnaast ben ik ook nog analist voor de NOS. Daar zit ik ook allerlei plezier en passie doe ik daarin. Eigenlijk ben ik daar ook een beetje de coach van de mensen die aan de radio gekluisterd zijn en ook aan de tv zitten. Om te zeggen van, zo ervaar ik het wielrennen en zo zou je het dus ook kunnen zien. Gaat wethouder Ruud Guit in het team van de gemeente Sittard meedoen? Nou, ik zal met een aantal mensen overleggen, maar wat mij betreft, zo'n uitnodiging hoeven ze maar één keer te doen, heb ik al ja gezegd. Maar doen dan ook andere wethouders mee?
Die heb ik nog niet. Ik weet dat er één in ieder geval wel een racefiets heeft. Maar die heb ik nog niet geen collegiale tocht mee kunnen organiseren. Misschien is dat de eerste gelegenheid. Bent u zelf ook wielerfanaat? Ik ben geen wielerfanaat, maar wel een beoefenaar. Ik fiets af en toe een leuk rondje op de racefiets. En volg wel al het nieuws. Vroeger wel de Tour de France, heel intensief. De laatste jaren wel iets minder. Maar we zijn nu alles aan het volgen. We hopen dat de Nederlanders het goed gaan doen in de Tour de France. Dat ze vervolgens mee gaan doen in de Bing Bang Tour. En we zijn natuurlijk heel trots dat Tom Dumoulin al aangekondigd heeft dat hij hier zal rijden. Welke coryfeeën komen er? Is dat al bekend? Nee, dat is nog niet bekend. Dat wordt altijd een paar weken van tevoren pas duidelijk. Wel is zo dat alle Pro Tour teams die moeten meedoen, die zijn verplicht. Maar met welke renners dat die komen, dat weet ze nooit. Het is wel altijd duidelijk dat zeg maar, de Noordwest-Europese ploegen, die komen altijd met een hele sterke ploeg. Spanjaarden, Movistar, die willen nog wel eens een tweede garnituur schikken. Maar we hebben altijd een heel sterk deelnemersveld. Heb je een favoriet die het gaat winnen hier in Zittert? Nou ja, ik ben best wel chauvinistisch Limburger. En ik zou het natuurlijk geweldig vinden als Tom Dumoulin op zijn eigen park, want daar is de aankomst, als hij daar gaat winnen. Dat zou ik fijn vinden. En ik hoop dat er dan zoveel voorsprong neemt dat er ook de ganse Bing Bang Tour wint. Want hij is er al een paar keer heel door een bier geweest. Maar als ze de Giro-winner ook als winnaar in zijn eigen stadje krijgt, dat zou ontzettend mooi zijn. Het gaat erom wat het uiteindelijk voor de mensen brengt die het beoefenen. Kijksport is leuk en in dat kader passen ook dit soort wedstrijden. Maar ik hoop dat het ook altijd een inspiratie is, een stimulans is voor mensen om zelf te bewegen. Hoogtepunt, was dat niet de meest sexy vegetariër? Ja, weet je, dat is het mooie van een wielercarrière, van een carrière van iemand. Je hebt er heel veel hoogtepunten in. En het een is soms nog mooier dan het andere. En, iedereen mag kiezen wat hij het mooiste vond vanuit mijn carrière. Ik zou zeggen, google me en zoek het even op. En laat me weten via Twitter bijvoorbeeld wat je het mooiste vond.